Welkom bij een nieuwe vlog van Fysio Maaike op dit leuke YouTube kanaal. Onwijs leuk dat je weer kijkt. Ben je nog geen abonnee? Druk dan hieronder op abonneren met eventueel het belletje. En dan breng ik jou op de hoogte elke maandagochtend met een nieuwe vlog. En elke woensdagmiddag met een woensdag wist je dat je om 5 uur. En dan blijf je op de hoogte van alle rijlen en zeilen op het gebied van fysiotherapie, beweging, ontspanning en klachten en wat jij daar zelf aan kan doen. En wat een fysio voor je kan doen. Hey, vandaag gaan we verder in de categorie wat doe ik tegen? En vandaag is de categorie wat doe ik tegen? Hielspoor. Wat doe ik tegen hielspoor? Nou, het is een ontzettend veel voorkomende klacht. Ik zie veel voetproblematiek en ik zie ook veel mensen met startende hielspoor of al vergevorderde hielspoor. Liever zie ik de startende hielspoor dan de vergevorderde, want hoe eerder je erbij bent, hoe beter. En in deze vlog zal ik je uitleg geven over wat je zelf kunt doen tegen hielspoor. Nou, allereerst om te beginnen, wat is hielspoor? Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Nou, vast al. Google, enter, hielspoor. Nou, hielspoor is natuurlijk onder de voet, check, voet, loopt een prachtige peesplaat vanaf de hak helemaal naar de tenen toe. Groot, breed. En eigenlijk, bij een hielspoor, is die peesplaat overbelast, ontstoken, in ieder geval veel te veel belast. Waardoor eigenlijk er te veel wordt getrokken aan die hiel. Kunnen een beetje botafzettingsdingetjes, want die trekkracht is natuurlijk heel erg groot en heel erg hoog. Dus dat kan voorkomen bij die hiel en doet heel erg zeer. Vooral op het moment dat je niks hebt gedaan. Dus je gaat staan, je gaat weer lopen nadat je uit bed bent of nadat je hebt gezeten. En dan heb je dus pijn onder de voetboog, hieronder. Je kunt het laten opereren natuurlijk, als je langdurige klachten hebt, een corticosteroïde injectie. Maar je kunt ook echt zelf heel veel ertegen doen. En natuurlijk, de fysio kan natuurlijk ook helpen. Ik laat in deze vlog een aantal dingen zien die je zelf kunt doen tegen hielspoor. Allereerst, daar hebben we hem weer. Mijn favoriete triggerpoint bal. Deze bal, perfect. De hele dag door gebruiken tegen hielspoor. Nou, de hele dag door is een beetje overdreven. Koop zo'n balletje. Je kan het voor alles gebruiken. Ik heb hem al in heel veel vlogs heb ik hem laten zien. Fysiomaaike.nl/materialen. Daar staat hij. Dan kun je klikken en dan zie je waar je hem kunt kopen. Je kunt hem gebruiken voor je rug, voor alles, weet ik het, hierbovenin. Bij je bilklachten. Maar dus ook onder je voet. Dus je legt het balletje onder je voet en je gaat heen en weer, heen en weer, heen en weer over de bal heen. Dus lekker over die peesplaat heen. Gedurende je werk, als je achter de pc zit, als je zit te lunchen, doe je schoen uit, sok uit en gebruik dit balletje heel veel en vaak. Dat is tip 1. Balletje. fysiomaaike.nl/materialen. Daar staat hij. Wat een beetje ook hetzelfde is, ook een beetje tip 1 is dat, zijn dit soort dingen. Hè? Je moet zorgen voor doorbloeding. Daar gaat het eigenlijk gewoon om. Hè? Die peesplaat die moet rust hebben en dan moet meer doorbloed worden. Daar gaat het om. Dat is het idee. Nou, daar kun je ook dit soort dingen voor gebruiken. Deze is iets meer voor je rug of voor je bil, maar bovenbeenspier. Maar je kan ook prima op de grond leggen. Leg je hem ergens tegenaan. Deze blijft uit zichzelf liggen. Ook handig, want dat balletje rolt natuurlijk weg op een gegeven moment. Dus dat is heel erg belangrijk. Tip 2. Tip 2 is een hielspoorsok. Check deze. Staat ook op mijn website bij fysiomaaike.nl/materialen. Een hielspoorsok doe je 's nachts aan. Ik zal hem even wat dichterbij laten zien. Tadaa! Die doe je 's nachts aan. Staat ook bij hoe je het moet doen, hè. Doe je 's nachts aan en die zorgt ervoor dat die pees, die hielspoor, dat die gerekt wordt uit zichzelf. Overdag is niet zo chill, dus zou ik niet doen. Maar echt voor 's nachts. Ook een goeie. Staat ook op mijn website. Tip 3. In de lijn daarnaast kun je overdag stretchen, rekken en strekken. Dus de kuitspier, want daar gaat het natuurlijk om, met die Achillespees en daaronder dus die hak en die hele hielspoor, dat hele hielspoorverhaal.
Die moet gerekt worden. Nou, hoe doe je dat? Door op je voeten te gaan staan en je kuitspier te rekken. Laat ik even zien. Je gaat staan en je voet voor en je voet achter. En je rekt op deze manier, strek je het been door. Dus dat is dit been, hè. Strek je hem door. En nu heb ik rek achterop dit been in de kuit. En dus achillespees en dus hak hielspoor. Hou de rek 20 tot 30 seconden vast. De spier die daaronder ligt, want dit is de grotere kuitspier, is de soleus. Dit is de gastrocnemius. En die rek je door je been te buigen en een beetje naar achteren te leunen. Op deze manier. Dan voel je rek in de onderste kuitspier. Ook achillespees, ook hak, ook hielspoor. Nou, rekken en strekken. Je weet het, als je vaker kijkt. Ik ben fan van stretchen. Super effectief, je kunt het zelf doen. Je kunt het de hele dag door doen. Dat is een beetje overdreven, maar je kunt het gewoon zelf doen. Het is een hele mooie tool om pijn te verlichten. Dus doe dat ook zeker. Dus twee spieren, wat ik net al zei. In die kuit. Die ene spier, die bovenliggende, die gastrocnemius, die werkt over twee gewrichten. Kniegewricht en het enkelgewricht. Daarom rek je die met een gestrekt been. Wat ik als eerste net liet zien. Daaronder, onder die gastrocnemius, ligt de soleus. En de soleus die begint net onder de knie. Dus die werkt maar over één gewricht. En daarom rek je die met het been gebogen. Let op dat je wel een beetje gewicht naar achter verplaatst. Want anders rek je het andere been niet aan de voorkant. Zet geen zoden aan de dijk. Maar ik neem aan dat je wel het lichaamsbewustzijn hebt. Dat je wel kan voelen wanneer je rek hebt. He? Dus dat is belangrijk. Dus twee grote kuitspieren. Die allemaal uitmonden in de achillespees. Nou, tip 4 is natuurlijk, die moet misschien wel vooraan, is natuurlijk rust nemen. Maar ook dat je tijdens het rust nemen wel ook die voet een beetje beweegt. Want daarna, na die rust, ga je opstaan en dan heb je weer pijn. Dus je neemt wel rust, een beetje met je voet misschien omhoog. Maar tijdens die rust, balletje, voet een beetje wat hoger houden. Beetje cirkelen met de voet, beetje dat van je voet af. Hè? Dus voet van je af en voet naar je toe. Dit is weer die rek natuurlijk, super effectief. Dus doe dat ook wel af en toe tijdens de rust. Anders dan, ja, is er geen doorbloeding. En het vijfde wat je kunt doen is, als je dat wil, warmte of kou toepassen. Dus een ijspakje als je dat prettig vindt. Ofwel een soort warmte, hittepit, zak. Misschien heb je dat liggen. Het is het meest effectief als je die twee afwisselt. Want dan heb je natuurlijk, hé, het is heel koud. Hé, het is heel warm. Je kan ook denken aan een voetenbadje of iets. Hè. Dat is altijd goed. Ook als je niks hebt. Maar daar kun je ook aan denken. Dus dat zijn wel echt effectieve dingen tegen hielspoor. Dus tip 1. Balletjes. Dit soort dingen om te doorbloeden. Tip 2. Dat was die prachtige mooie sok. Tip 3. Is in lijn hiervan stretchen. Dus je hebt twee stretches. Achterspeen gestrekt, achterspeen gebogen. Tip 4. Is dus, moet ik even nadenken. Rust. En tip 5, dat was, ik doe het allemaal uit mijn hoofd hè jongens. Dus tip 5, dat was naast de rust kun je nog warmte en kou doen. Dus dat zijn de 5 tips. Hey, heb je hielspoor, ga zeker ook naar een fysio. Want wij kunnen natuurlijk ook heel veel ermee doen. Namelijk doorbloeden, doorbloeden, doorbloeden. En je kan natuurlijk naar een registerpodoloog. En die gaat kijken hoe je staat. Want misschien sta je wel een beetje gepronaard, dus met je voet naar binnen. En dan kunnen zooltjes kunnen ook goed helpen. Doe dat allemaal eerst voordat je een injectie erin gaat lopen doen. Of een operatie gaat doen. Eerst al het andere doen. En dan pas die allerlaatste opties. Want je wil gewoon geen littekenweefsel. Je wil dat er niet, je wil zo min mogelijk littekenweefsel in je lijf. Vanwege het bindweefselverhaal. Dus dat. Heb je een vraag? Stel hem hieronder. En heb je een opmerking? Vond je hem leuk? Doe een duim omhoog. Heb je ideeën voor een volgende vlog? Laat het me weten. En ik hoop jou woensdag weer te zien bij een nieuw woensdag visitatje. En natuurlijk volgende week maandag bij een nieuwe vlog van Fysio Maaike. Over weer een nieuw onderwerp. Fijne week!